Welkom bij deze 8e boekenrecensie op mijn kanaal Ongeduld. En dit keer over De Kapiteinsdochter van Alexander Pushkin. Allereerst zou ik jullie willen vragen of jullie zo lief willen zijn om te abonneren en een like te geven op mijn kanaal. Dat helpt me echt enorm. En als jullie ook nog de video zouden willen delen, dan is dat helemaal fantastisch. De Kapiteinsdochter van Alexander Pushkin. Niet heel erg belicht boek. Een van de minder bekende schrijvers uit Rusland. Maar in het kort, het gaat over de opstand die op een gegeven moment in Rusland plaats heeft gevonden in de 18e eeuw. En een jonge man, Pjotr, die in het regeringsleger vecht tegen deze opstandelingen. En hoe hij dan verweven raakt in deze oorlog. En tegelijkertijd geeft het een heel mooi beeld van hoe deze oorlog geweest moet zijn. Omdat Pushkin een hele lange tijd onderzoek heeft gedaan naar deze oorlog. Dus hij heeft een roman verwikkeld in toch een hele historische setting. En is daarmee een historische roman. Maar waarbij je niet overladen wordt met namen, met data, met jaargetijden. En het wat heel prettig wegleest. Dus dat in het kort. De schrijver zelf, Pushkin. Hij is een stuk minder bekend dan bijvoorbeeld Tolstoy en Dostoevsky en Turgenev. Terwijl hij eigenlijk de grond heeft weergelegd voor de Russische literatuur. Dus als je kijkt naar de literatuur voor Pushkin, dan was dat voornamelijk verwesterde literatuur. Dus gekeken naar hoe er geschreven werd in het Westen, in bijvoorbeeld Frankrijk, en werd daar inspiratie van gehaald om dan op basis van die manier ook te schrijven in Rusland. En hij is eigenlijk de eerste die Rusland echt als bron nam, die bepaalde Russische woorden wist te verweven in zijn verhalen en die ook dan echt wordt gezien als een van de grootste poëten binnen Rusland zelf. Daarin is hij ook meer inderdaad echt een poëet en schreef hij meer poëzie en gedichten dan daadwerkelijke verhalen. Maar dit zorgt wel voor een hele bijzondere manier van schrijven en van lezen. En ik heb het eerlijk gezegd niet bijzonder veel gemerkt in dit verhaal. Maar hier staat hij wel meer onbekend. En ik hoop ook met deze recensie iets meer licht te scheppen op deze schrijver. Omdat ik zeker ben dat dit een hele mooie introductie is in de Russische literatuur. Verder is de man ook heel erg verweven geweest met Nederland. Op een minder prettige manier voor hem dan althans. Op een gegeven moment is zijn trots dus aangetast. Omdat er was een beetje sprake van een affaire die zijn vrouw zou hebben. En op dat moment heeft hij een duel uitgevochten met een Nederlander. Deze Nederlander was de man die of achter de affaire zat of die de beschuldiging maakte van de affaire. Daarom heeft Pushkin een duel met deze Nederlander gehad. En deze Nederlander heeft hem in zijn buik geschoten. En hierdoor is hij overleden. De situatie lag iets, genuanceerder dan ik hem nu hier voor jullie leg. Maar dit is het tragische einde van Pushkin. 37 jaar. Des te al te bijzonder dat zijn werk nu nog zo actueel is. En nu nog zo makkelijk en goed toegankbaar is en te lezen is. Nou goed. Waar het verhaal dan over gaat, de verhaallijn. Ik gaf het net al een beetje weer, we volgen de jonge Pjotr. En Pjotr, van jongs af aan stond eigenlijk al vast, Pjotr komt in het leger. Wordt een soldaat. Zijn vader die zag het ook al helemaal voor zich. Hij stond vanaf geboorte aan, stond hij al ingeschreven als luitenant, hij gaat het leger in. En op een gegeven moment bereikt hij de leeftijd dat hij dan ook daadwerkelijk het leger in mag. Nou, en dan met zijn lijfeigene, zijn knecht, vertrekt hij dan vanuit huis. Maar niet naar Sint-Petersburg. Want zijn vader zegt, daar ga je alleen maar feesten en dan ga je een beetje borrelen. En daar moeten we niks van hebben. We gaan je naar een of andere uithoek in Rusland gaan weer sturen. Dus Pjotr wordt op pad gestuurd met zijn knecht. En onderweg leert hij gokken en hij leert drinken. En het is een beetje het stereotype beeld dat je krijgt in films van het losbandige leven en de mannelijke ervaring opdoen, om het even simplistisch te zeggen. Hij leert na drinken, hij leert gokken. Maar hierin zien we ook een hele mooie eigenschap van Pjotr, die hem dan later te goed doet. En daar kom ik nog op terug. Maar hij is heel eerlijk. Hij is heel goed. Hij geeft heel duidelijk. Hij ziet waar zijn plicht ligt. En dat zien we bijvoorbeeld in het feit dat hij gaat gokken en gaat drinken met een onbekende in een bar.
En deze man, ja, hij maakt er wel een beetje misbruik van de leeftijd van Piotr. En daardoor drinkt hij veel te veel en heeft hij een hele hoge schuldnis bij die man. Maar ondanks wat zijn knecht zegt over, ja, maar je bent veel te jong en je snapt dit niet en we gaan het echt niet terugbetalen. Piotr staat erop. Hij betaalt deze man terug. Onderweg raken ze ook verdwaald in de sneeuw. En ze komen een man tegen en die man die zegt, ah, ik begeleid jullie wel. Komt goed, geen zorgen. Ze komen aan uiteindelijk in een herberg en deze man hij geeft wel een beetje aan van hey, joh, ik vind de pelsjas die hij draagt, vind ik eigenlijk wel mooi. Piotr denkt er niet over na. Geef de pelsjas. Hier, Abbot, enorm bedankt voor wat je voor ons gedaan hebt. Zijn knecht daarentegen is er niet mee eens. Die vindt het niet kunnen. Maar Piotr staat erop. En dit zijn beide situaties die we dan later nog terug gaan zien komen, maar waarin we een hele mooie en een hele goede eigenschap van Piotr terugzien. Nou, Piotr komt uiteindelijk aan in een in de kazerne en in die verre uithoek. Het is een beetje een moerasomgeving, bebossing. En al snel leert hij zijn kamergenoot leert hij kennen. Een jonge man, ook van zijn leeftijd. En hij leert de kapiteinsfamilie kennen. De kapiteinsfamilie is eigenlijk de kapitein die formeel de leiding heeft. Zijn vrouw, de kapiteinse, die feitelijk de broek aan heeft, om het even zo te zeggen. En zijn dochtertje, Masha. Nou, en we worden meegenomen in een lang verhaal van verraad. We worden meegenomen naar een duel. Piotr die komt op een gegeven moment in conflict met zijn huisgenoot. Beiden hebben een oogje op Masha, de kapiteinsdochter. En Masha vindt eigenlijk Piotr veel leuker dan zijn huisgenoot. En hierdoor raakt zijn huisgenoot in een hele venijnige bui. En op een gegeven moment maakt hij een belediging naar Masha. Piotr staat erop dat ze dit uitduelleren. En het boek is daarin bijzonder spannend. En we worden daarin echt wel leuk meegenomen door het verhaal heen. Uiteindelijk komt het zover dat de opstand die breekt uit. Er is een man en die beweert dat hij echt de officiële tsaar is van Rusland en niet Catharina de Grote. Piotr zit helaas voor hem midden in het oorlogsgebied. En ze horen van het leger dat het steeds dichterbij en dichterbij komt. En op een gegeven moment staan ze voor de poort en het dorpje, de kazerne, wordt overvallen. De kapiteinsvrouw wordt neergesabeld, de kapitein zelf sterft, de dochter weet zich net te verstoppen. En uiteindelijk blijkt dat op het moment dat deze, zelfbenoemde tsaar het dorp binnenwandelt, dat het een man van de pelsjas is. En hij herkent Piotr en hij zegt, oké, weet je, je bent toen zo vriendelijk voor me geweest en zo goed, het is oké, ga. Maar ga nu, voordat mijn gedachten veranderen en ik je ook ophang. Het is bijzonder hoe Pushkin, als het ware, deze hele grove situaties op zo'n luchtige en soms te luchtige manier weet te beschrijven. In de zin van, we worden meegenomen naar bijvoorbeeld een duel en inderdaad de aanval en hoe dan al deze mannen worden opgehangen. En dan hangt de kapitein, die hangt aan de galg. En nog een andere officier hangt aan de galg. En Piotr wordt eigenlijk de galg toegewezen. En dit, je voelt de spanning van de situatie. En hoe lastig op dat moment de situatie is. Je wordt meegenomen in de emotie van het verhaal. En je voelt je als het ware al bedroefd worden voor wat er gaat gebeuren. En op dat moment komt de knecht aanrennen en die begint over, maar ho, wacht eventjes, wij krijgen nog zoveel geld hiervan en zoveel geld hiervan, want jouw soldaten hebben heel de boel onder zitten plunderen. En het is bijna komisch hoe dan Pushkin dan de knecht als het ware weet te verweven in dan zo'n sombere en duistere situatie. Ja, en eigenlijk vanaf dat moment worden we meegenomen naar het tweede deel van het boek. En het tweede deel van het boek bestaat voornamelijk uit Piotr, die dan in een constante strijd zit tussen verraad en trouw aan zijn vaderland en aan het regeringsleger. Want aan de ene kant wil hij Masha terug hebben. Hij wil haar bevrijden uit het dorpje waar zij nu vast zit. Want zijn huisgenoot is benoemd tot opperbevelhebber van dat dorpje. En hij weet,
als ik haar niet red, dan wordt ze of verkracht of geforceerd getrouwd met mijn huisgenoot waarvan ik weet dat ze dat niet wil. En het hele boek bestaat eigenlijk dan uit Piotr die dan toch de grens overgaat. Zijn bazen probeert te overtuigen om hem met een legertje de kazerne te bevrijden. En allerlei verschillende daden die hij dan probeert te plegen om uiteindelijk Masha terug te krijgen. En het lukt hem. Het lukt hem. Maar door hulp van de nepzaar, tsaar. En dit komt hem duur te staan. Want op een gegeven moment is de oorlog over en de tsaar verliest. De nep-tsaar dan. En op dat moment lijkt eventjes het moment van euforie en een happy ending bereikt te zijn in het boek. En dan wordt Piotr ervan verdacht het leger verraden te hebben. Het regeringsleger. En zo, kleine onderbreking voor koffie. Maar hij wordt er dus van verdacht op een gegeven moment het leger verraden te hebben. Het regeringsleger. En op dat moment durft hij niet uitspreken over Masha en het hele verhaal uit te leggen. Want hij is bang dat zij dan weer zou moeten reizen naar hem toe. Dat er weer dingen in gevaar worden gebracht. En hij zwijgt. En dat leidt hem tot de gevangenis. En op dat moment wordt er toch wel iets bijzonders wordt er in het boek gedaan, vind ik. En dat is dat er een hele duidelijke vrouwenrol naar voren komt. In de zin dat Masha op dat moment besluit zelfstandig naar de tsarin te gaan, naar Catharina de Grote, en het verhaal uit te leggen. Dit is wat er is gebeurd en mijn man zit nu vast in de gevangenis, maar hij is gewoon trouw geweest. En hij heeft gedaan wat juist was, hij heeft gedaan wat behoorde en we moeten hem hier eruit krijgen. En zij besluit dat te doen en een hele reis af te leggen naar Catharina de Grote. Met alle gevaren van dien om Piotr vrij te krijgen. En ik vond dat op dat moment enorm bijzonder. Omdat we hebben in het boek hebben dan zowel de kapiteinse, dus de vrouw van de kapitein die eigenlijk de broek aan heeft in het hele verhaal. En we hebben Masha als bevrijder van Piotr op het einde. Beide vrouwfiguren met een hele duidelijke leidende rol. En dat in een boek dat uitgegeven is in 1836. Nou, dat is dik 2 eeuwen geleden. En dat is, vind ik, heel bijzonder. En daarmee is het ook een heel mooi boek. Want uiteindelijk lukt het haar om Piotr vrij te krijgen en is het een trouwen zijn, is het een lang en gelukkig einde. En nou dan, ik moet zeggen, het boekje is niet zo dik. Het is volgens mij een kleine 100 bladzijden, 150. Het boekje is niet zo dik. Je kan het in principe in één avond doorlezen. En dan is het echt een heel warm, spannend, soms humoristisch en pakkend verhaal om zo even door te bladeren. En vooral het einde, het geeft je een mooi gevoel, het geeft je een goed gevoel. En dat waardeer ik enorm aan dit verhaal van Pushkin. Tegelijkertijd, het is dan heel humoristisch en het is dan heel luchtig. Maar dan heb ik één deel heb ik uitgekozen en hierin zie je misschien ook deels het poëtische van Pushkin. En dit is, om even de context te geven, dit is en ook een duisterder moment. Het leger staat voor de deur. We zien de kapiteinse, we zien de kapitein en we zien de dochter. En de kapiteinse en de dochter weten eigenlijk, pap moet straks strijden. Hij staat voor een enorm leger. Hij kan zich niet overgeven. De man was daar ook veel te trouw voor. En hij zal hoogstwaarschijnlijk sterven. Dit is het moment van afscheid. We weten niet of we elkaar nog zien. En hier worden we dan eventjes meegenomen in een hele mooie scène. Waar ik van mening ben van op het moment dat in principe ieder zich wel kan inleven. Maar ook dat het moment dat je bijvoorbeeld een dochter hebt, dat dit moment dan extra raakt. De kapiteinse was een stuk stiller geworden. Ze tuurde de steppen af
en zag dat er een heel leger op ons afkwam. Toen draaide ze zich om naar haar man en zei: Ivan Kuzmich, God beschikt over leven en dood. Zegen Masha. Masha, kom eens bij je vader. Bevend en met bleke wangen naderde Masha haar vader, knielde voor hem ter aarde en drukte haar voorhoofd tegen de grond. De oude commandant bekruiste haar 3 maal, liet haar opstaan en gaf haar een kus en zei met een stem die ineens heel anders klonk: Masha, ik hoop dat je gelukkig wordt. Gedenk God, hij zal je niet in de steek laten. Als je een goede man mag ontmoeten, zal de Heer je raad geven en je hart vervullen van liefde. Leef gelijk je moeder en ik hebben geleefd. Vaarwel, Masha. En die laatste zin, leef gelijk je moeder en ik hebben geleefd. Vaarwel, Masha, vond ik zo'n prachtige zin van... We worden echt meegenomen in het eerste loop van het verhaal we worden echt meegenomen in het familieleven van. En hoe warm dat is. En hoe ze samenleven binnen de kazerne. Hoe de dame dan, de kapitein, ze een beetje de broek aan heeft. En de kapitein dan formeel nog bepaalde dingen probeert door te voeren. Maar hij eigenlijk wel weet dat zijn vrouw overal achter zit. En overal een oogje in het zeil houdt. En dan dit einde van de samenwerking tussen man en vrouw. En leef gelijk, je moeder en ik hebben geleefd. Dat vond ik erg mooi. En dat vond ik een erg rakend stuk. En dat is ook, ik denk, het mooiste wat we uit het boek kunnen halen. Er is niet een hele duidelijke filosofische boodschap in het boek verweven. Behalve de strijd tussen trouw en verraad, als het ware. Hoe treed je op in bepaalde lastige situaties? Vooral als je inderdaad, als het ware, vastzit tussen je verplichtingen. Zoals bijvoorbeeld een leger, maar zoals bijvoorbeeld, het kan ook een studie zijn. Het kan ook een werksituatie zijn. En je persoonlijke leven, als het ware. Hoe ga je daarmee om? Het is ook fijn om te weten op zich dat ook toen mensen al voor deze discussie stonden. En voor deze problemen stonden van... het verwevenheid van een persoonlijke en bijvoorbeeld een werkrelatie. Ik breng het misschien nu niet heel mooi, niet zo mooi als het zou moeten, maar het is fijn te weten dat dat daar ook aanwezig was. Maar die boodschap komt naar voren en tegelijkertijd denk ik ook de liefde. Wat je kan doen voor liefde. En het is daarin een heel mooi, fijn en romantisch boek. En mooier en fijner dan de andere boeken die ik tot nu toe heb gelezen. Ook met een duidelijk goed einde. En dat daarin is het, kan ik het iedereen aanraden die gewoon even wil wegzwemelen in het verhaal, als het ware. Ik denk dat we het hierbij laten. Ik wil jullie allen bedanken voor mij deel te laten maken van jullie woonkamer. Door middel van YouTube. Ik ben je daar erg dankbaar voor. En weet dat dat betekent dat we vrienden zijn. Mocht je me ooit willen schrijven of me ooit treffen, doe dat ook vooral. En ik hoop jullie snel weer te zien. Dankjewel.